Op de kruising van de Laan Corbis den Hoorn met de Paterswoldseweg heeft gisteravond een forse aanrijding plaatsgevonden. Een 87-jarige vrouw uit Groningen verleende geen voorrang en moest na de aanrijding naar het ziekenhuis gebracht worden. Rond 11:15 kwam een 33-jarige stadjer in een bestelbus uit de richting van de A28. De stoplichten knipperden oranje en mogelijk heeft de vrouw gedacht dat zij voorrang had omdat ze van rechts kwam. Door de klap van de aanrijding kwam het busje op zijn kant terecht. De bestuurder is ter plaatse behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De werkzaamheden rondom twee boerderijen in Winsum in de zoektocht naar de vermiste Jolanda Meijer zijn vandaag afgerond. Jolanda Meijer is sinds februari 1998 spoorloos. De politie kreeg enige tijd geleden nieuwe informatie waaruit bleek dat het lichaam zich in een van de gierkelders zou kunnen bevinden. In de afgelopen dagen is haar lichaam niet op de locaties gevonden. Wel heeft de politie, naar aanleiding van alle media-aandacht, 10 à 15 tips binnengekregen.